Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Cult Talk. De show waar we de meest spraakmakende en doopste artiesten voor jou hier op de bank uitnodigen. Ik ben Mimi. En mijn naam is Minx. En vandaag hebben we wederom weer een super dope artiest op de bank. Je kan hem kennen van Stuk TV, 101 Bars Takeover. Hij is sinds kort getekend bij Trifecta. En hij is hard op weg om Eindhoven op de kaart te zetten. We hebben de one and only Lelo in de studio vandaag. Hey. Lelo, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Hoe gaat het met je? Goed, goed. We hebben geen corona. Ja. Dus ik ben gezond en wel. Ik zit goed in mijn vel. Dus het kan niet beter gaan eigenlijk. Mooi. Wat vind je van de situatie op dit moment in Nederland? Ja, zo PC fucked up, toch? Ja, is niet nice. Ja, weet je wat het is? Het is niet dat ik verdrietig in mijn bed ga liggen of zo, omdat ik denk van, ja, ik kan niks doen. Mm-hmm. Maar het is wel dat ik denk van, shit man, als corona nou niet was, net dit moment, deze periode van mijn leven, had ik nu al meer shows kunnen doen. Ja. Of had ik wel iets meer interactie kunnen hebben met fans, om ze bijvoorbeeld ook echt te gaan meeten en zo, ja. Weet je wel. Want heb je voor corona ook veel shows al gehad? Niet heel of veel, gedaan? Niet heel veel. Nee. Niet heel veel. Wel een aantal, Woeha bijvoorbeeld, dus wel wat grotere podia. Ja. Maar niet in kwantiteit superveel of zo. Ja. Nee. We kennen je van Stuk TV, van de 101 Bars Takeover, onder andere. Onder je bent andere. Natuurlijk bekend van meerdere dingen. Mm-hmm. Ik vroeg me af hoe dit tot stand is gekomen. Ja, leuk verhaal. Ik was niet echt rapper of zo. Ik had gewoon een kleine studio in een jongerencentrum. Mm-hmm. En daar maakte ik altijd muziek. En toen iemand liep stage ergens bij een mediabedrijf. En die zei, yo, ze zoeken een rapper voor een docu. Okay. Ja, is cool, let's go. Ik ben niet echt rapper of je zo. Je wist maar niet dat het voor Stuk TV was? Nee. Okay. Ik kende Stuk TV ook niet. Oké. Okay. Nou, heel traject doorheen en die vrouw zei van, ja, je bent gekozen. Nou, we hebben wat tegen je gelogen. Het is voor Stuk TV. En toen viel ze stil. Dus ik zei, oké. Okay. Ze zei, ja, voor Stuk TV. Ik zei, ja, oké. Okay. Ze zei, ken je het niet? Ik zei, ik heb echt geen idee. Helemaal geen idee. Nee. Dus toen ben ik het een beetje gaan checken van, wat was het nou? Wat doen ze? Wie zijn die boys? Mm. En vond ik super tof. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Je bent daarna natuurlijk op 101 Bars geweest. Mm-hmm. Hoe heb je dat ervaren? Ja, het was wel fucking spannend, ik zeg je eerlijk. Want wist je dit van tevoren? Nee. Okay. Dus ik snap het, we moeten YouTube maken of tv maken. Mm-hmm. Dus hun willen gewoon mijn natuurlijke reactie. Dus ik sta daar voor de deur en hun zo van, ik sta voor in Hilversum voor dat mediapark. Ja. En ik zie de wereld draait door, ik zie BNN, ik denk, jezus, maar wat gaan we doen, man? Nou, hadden ze fresco geregeld om het tegen me te vertellen via een filmpje, superleuk. Zo dope. Dus hij vertelt tegen me, yo, je gaat je eerste 101 bars doen. Ik zo, alright, oké. Okay. En je was niet voorbereid? Nee, we gaan het nu doen. Je was helemaal niet voorbereid? Ik moet naar binnen, ik was niet eens rapper. Je bent gewoon als niet rapper binnengekomen bij 101 bars? Ja, en toen ben ik echt begonnen met, oké, nou ben ik rapper en nu ga ik alles uitbouwen wat mijn hobby is, ga ik mijn werk ervan maken. Dus eigenlijk is 101 Bars de springplank voor jou geweest? Ja, heel die aflevering eigenlijk. Ja, heel die aflevering. Ja. Maar Hoe is het voor jou begonnen, zeg maar, van het begin? Nou, ik was een jongetje van een jaar of 8 of 9. Mm-hmm. En ik deed altijd gedichtjes schrijven. Ik had ooit meegedaan bij de kinderopvang en een gedichtjeswedstrijd. Ik had gewonnen en toen mocht ik in het museum hier in Eindhoven mocht ik in het museum mm-hmm. staan. Nou, superleuk met mijn gedichtje. Daarna zei iemand tegen me, toen ik denk een jaar of 14 was, waarom probeer je het niet een keer op muziek? Ik zei, oké, school, ik kan het proberen. En dat ging ook goed. En steeds meer oefenen. En dat deed ik eigenlijk. En dan gewoon met mijn maten eigenlijk. Nou, mijn broertje zat op het Sint-Lucas. Hij zei, ja, kom, we gaan clips maken en dit en dat. Dus dat was een beetje onze hobby, dat deden we. Ik wou niet rapper worden. Ik zat gewoon op het HBO, snap je? Dus eigenlijk is het allemaal heel organisch gegaan. Ja. Ja, en toen op een gegeven moment had ik dus die 101 bars, dat allemaal. Toen dacht ik, yo, fuck it man, ik stop met school. En toen Oh wauw, gewoon stoppen met school? Gewoon ja, abrupt. Ook nog in mijn derde jaar, dus ik was ook echt bijna klaar. Wow. Ja. En toen heb ik echt gewoon voor gekozen van, ga rapper worden. Maar dat is best wel een radicale stap om te nemen. Ik bedoel, de meeste artiesten struggelen in het begin. En die hebben nog altijd een vaste baan voor, als backup. En jij bent gewoon gestopt met school en je denkt, fuck it, ik ga gewoon rapper worden. Let's go. Vanuit thuis wordt toch verwacht of zo om een diploma te halen. En ik dacht altijd van, ja, oké, daar doe ik het voor. Mm-hmm. Maar het liefst wil ik iets creatiefs doen. En nu was die kans, dan denk ik, ja, nu ga ik het goed doen. Je hebt eerder al iets over Fresco gezegd. Mm-hmm. Je hebt hem ook benoemd als een voorbeeld. Klopt. Hoe is het contact
nu? Staat er een samenwerking op de planning? Of? Die staat wel op de planning. Mm-hmm. Zou eigenlijk vooral voor de EP zijn gebeurd, maar we hebben het even nog verplaatst. Oké. Okay. Dus misschien dat we dagelijks appen of bellen van hey, hoe is het? Yo! Yo man! Yo, we gonna get this shit popping. Contact, ja, we hebben wel contact gewoon contact. Ja, ja, ja. Dope, en, we checken gewoon even of we, wanneer we een keertje gaan samenzitten. Ik heb eerder benoemd dat je sinds kort bent getekend bij Trifecta. Mm-hmm. Het label van Ali B, voor de mensen die het niet weten. Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, 2020 via de DM. Gewoon letterlijk gewoon? Ja. Sliding in the DM. Sliding in the DM. Wat? Het is zeg maar zo, ik had toen in het begin van het jaar de clip Boy gemaakt. Mm-hmm. En heel veel mensen vonden het heel dope, ik ook. En ik dacht echt zo van, ja, het is zonde als weer een clip maak en er niks mee gebeurt. Mm. Weet je wel? Dus ja. Ik ging gewoon in mijn netwerk, een paar mensen die ik kende, die een beetje van de industrie en mensen afwisten van, yo, heb je een lijstje met namen voor me? Dan ga ik al deze mensen DM'en. En hij zei, oké, is cool. Dus hij stuurt een lijstje met namen. Ik had geen idee wie deze mensen waren. Oké. Okay. Dus ik, eentje daarvan was blijkbaar labelmanager van Trifecta. I didn't even know. Ik heb hem gewoon mijn standaard DM-berichtje sturen. Yo, ik ben Lelo, ik kom uit Eindhoven, check mijn clip, geef me wat feedback, hoor, laat me weten wat je ervan vindt, zoiets. Mm-hmm. Dus hij reageert en hij zegt, yo, tof man. Hij zo, ja, ik zie dat die track ook nog niet zoveel heeft. Veel views heeft gepakt en zo. Hij zo, misschien is het een idee om op ons kanaal te re-releasen. Hij zo voor Trifecta. Ik zo, oh ja, Trifecta, die ken ik wel. Ja. Dus ik even zoeken. Ik zo, hé, maar dat is van Ali. Dat, ik zo, klinkt interessant. Weet je wel, zo reageren. Fucking toen, mooi. Toen was het in één keer. Ja, en toen zijn we er samen gaan zitten en hebben we eigenlijk besloten om een hele EP te doen. Doop man. Ja. Doop man dat het zo organisch is gegaan. Ja. En eigenlijk gewoon via DM. Ja, het is echt, en dat geef ik ook altijd als tip mee, het is gewoon de bedoeling dat jouw product, wat je maakt, zo uniek mogelijk is, waardoor precies. Het gewoon opvalt. Juist. Als je ervoor open staat, met wie zou je dan samen willen werken? En zou je dan willen samenwerken met artiesten die bij jou onder hetzelfde label zitten? Dat zou ik sowieso tof vinden, mm-hmm. Om gewoon onder het label, zeg maar, een stukje nationalisme, weet je wel, om dat te doen, dat vind ik wel hard. Er liggen wel heel veel kansen en mogelijkheden. Ik sta eigenlijk wel open om met iedereen samen te werken. Ja. Of die tune dan hard wordt, dat is een andere vraag. Maar ik ben wel down om dat te doen, omdat je van heel veel mensen ook heel veel kan leren. Dus dan hoeft niet altijd per se dat de tune iets moet zijn. Je kan ook gewoon een vibe hebben, zeg maar. Want wat je nu maakt is best wel persoonlijk. Mm-hmm. En je hebt laatst ook een track uitgebracht met best wel wat persoonlijke dingen erin. Niemand weet, mm-hmm. Heet het. Ja. Nou vroeg ik me af, want je hebt een line met niemand weet wat mijn afkomst is. Ja. Nou wil ik je bij deze vragen, wat is jouw afkomst? Mijn moeder is Surinaams en dan Hindoestaans. Oké. Okay. En mijn vader is Grieks. Wauw. Ja. Dus dat raadt echt niemand. Oké, okay, dus je hebt echt standaard altijd lekker eten in huis. Ik heb altijd lekker eten thuis, ja. Maar trouwens, die clip van Niemand Weet is echt hard. Dankjewel. Ja, man. Dankjewel. Die is met film opgenomen. Ja, analoog. Ja, analoog. Ja. Echt dik, man. Ja, thanks. Sowieso vanaf Boy ben ik eigenlijk op elk project wel super trots. Ja. Omdat vanaf toen zijn de clips al echt naar een volgend niveau gegaan. Mm-hmm. Ik denk dat ik het meest trots ben en blijf op Boy. Omdat dat wel echt de tune is waardoor dit alles is gestart. En Niemand Weet is daarin wel, denk ik, kijk even wat we nog allemaal daardoor uit hebben gehaald. Weet je? Mm-hmm. Dus dat is ook alweer een trots momentje. Maar het is niet dat ik één clip of zo denk echt van, ja, dit is mijn meest trotse werk. Of mm-hmm. Nee. Wanneer zou je nou echt denken van, oké, okay, nu heb ik echt een mijlpaal voor mezelf behaald? Nu, ja, wat voor mij echt een doel zou zijn, dat ik gewoon stabiel mijn money kan pakken met muziek, zeg maar. Juist, ja. En gewoon dat heel mijn omgeving mee kan eten van mijn succes. Mee kan genieten van alles. Staan er nog projecten in de toekomst die we kunnen verwachten? Ja, dus wat waar ik nu vooral op focus is dus die EP die ik heb uitgebracht. Zoveel mogelijk bij mensen te laten horen. Mm-hmm. Ook de videoclips natuurlijk te laten zien. Maar daarnaast is nou eigenlijk een periode van oké, lekker veel samenwerken met de artiesten die het project tof vonden. Lekker veel dingen doen zoals dit bijvoorbeeld, yeah. Of bij een Phoenix langsgaan of zo, yeah. Zulke dingetjes doen. En dan gaan we wel richting de volgende EP straks, maar dat moet nog helemaal beginnen, zeg maar. Ik wil nog wel een stukje commerciële kant ook wel aantikken, maar toch het mengen met het rauwe van Eindhoven of het zuiden. Mm-hmm. Maar dat zit nog allemaal eventjes hier. Ja, maar vind je Eindhoven en het zuiden rauwer dan de Randstad? Ja, ja. Ja? Ja, ik vind dat wel. En waarin? Ik vind gewoon in de Randstad en alle props naar hun natuurlijk, want het is gewoon hun ding. Het is gewoon allemaal wat gelikter,
wat netter, misschien ook wat safer. Dus hier durven we misschien ietsje meer. Ik merk gewoon dat hier mensen misschien een beetje meer nuchter zijn of zo. Ik weet niet. Ja. Het is allemaal gewoon, ben gewoon jezelf, weet je wel. De Brabantse nuchterheid. De Brabantse nuchterheid, ja. Oké, ja. Tof. Ja, ik vond het echt tof om te horen van je allemaal. We gaan over, Minx, naar de volgende categorie. Okay. We hebben een hele, hele mooie kutte challenge voor jou. En dat is de This or That challenge. Het heet de Bean Boozle challenge. Maar als jij een vraag niet wil beantwoorden, dan mag jij zo een bean pakken. Kan je een beetje tegen spicy eten? Ik kan wel een beetje tegen spicy eten. Kijk, vroeger vond ik chilisaus al pittig. Toen zei mijn moeder, doe normaal. En toen... Tot slot een Surinaamse moeder, hè? Juist, ja, dus ik ben wel Madame Jeannette gewoon gewend bij elk gerecht. Okay. Dus ik kan wel wat hebben, hoor. Dan gaat dit, ik zeg je eerlijk, dan gaat dit appeltje-eitje voor je zijn. Oké. Okay. 10. Nummer 10. Nooit meer samenwerken met infrared. Oh, je hebt dit vraag, oké. Of nooit meer samenwerken met Fresco. Ja, nooit meer samenwerken met Fresco. Infrared is wel mijn kindje. Oh, ja, Fresco, nee, ja. Sorry. Ja, we hebben echt, ik zeg je eerlijk, we hebben echt onze best gedaan om zo kut mogelijk. Maar dan ga ik ook straks eentje op jou gooien. Ja, dat is prima. Okay. Dat is goed, dat mag. Als je hem niet wil beantwoorden, moet je een bean pakken. Dat is goed. En nummertje 2. Een supergaande, rijke snitch zijn of een real guy die super scare is? Een real guy die super scare is. Ja, sowieso. Kom. Ja. Dat is die Brabantse nuchterheid, denk ik ook wel, toch? Precies. Nummer 9 of nummer 6? Ik denk 9. 9. Okay. Een navelpiercing nemen of een tongpiercing? En je moet kiezen. Ja, kijk, dit is een beetje een dingetje. Shit bij mijn navel? Mm-mm. Ik kan daar niet tegen, gewoon. Mm-hmm. Ik kom ook niet in de buurt van mijn navel, gewoon. Mm-hmm. Ik kom nooit daar in de buurt. Als mensen zo al doen, dan ga ik al zeg maar zo. Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? Ik heb geen idee. Dus ik, nee, niks bij mijn navel, dus dan is het sowieso een tongpierce. Dat zou je eerder doen dan een bean pakken. We gaan hem niet zetten, toch? Of heb je nou iets geregeld? Nee. 8. Achter op de motor van een stuntman? Ja. Of van een flat afspringen met een trampoline eronder? Ik heb dus valangst. Niet faalangst, niet hoogtevrees, maar valangst. Ja. Mm-hmm. Dus we gaan echt niet van een gebouw afspringen. Maar zou je dan wel achterop gaan? Ja, maar ik zou ook echt doodsbang zijn. Oei, 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 dit wordt lastig. 4. Nooit meer vlees eten of elke week skydiven? Ja, ik heb valangst, hè? Ja. Maar ik ben ook Grieks. Ik neem wel een bean. Hey! Nou. Op hoop van goede zegen. Oh. Gaat het? Nee. Nee? Gaat het? Ja, het is of vallen of een bean. Hij is gemeen. Tandvlees? Hij is gesmeerd. Nee, hij is gemeen. Ja, hij zit ook tussen mijn tanden. Laten we gaan voor nummertje 5. Nummertje 5. Je naam van Lelo veranderen naar iets super feministisch. Of je moet voor altijd kinderliedjes maken en performen bij Zap Kids. Ik zeg je eerlijk, ik zou wel een sexy feministische naam omarmen, denk ik. Ja? Zeg maar, ja. Okay, is wel stoer van je. Ja, dat vind ik ook wel stoer. Fuck it. Die naam is uiteindelijk maar hoe mensen je noemen. Het gaat gewoon om wat je doet. Ja. Ja. Dope. In koor. Hey. Citroen. Huh? Of 9 of 6. 6. Als jij iemand zou mogen laten herreizen uit de dood, wie zou je liever laten herreizen? Tupac of Biggie? Ja, ik kies dan toch voor Biggie. Ja. Heb je daar redenen voor? Ja, omdat ik gewoon die flow zeg maar en die rijmschema's vind ik als artiest toch net iets doper of zo. Ja man. 1. We weten dat jij niet van bananen houdt. Wow. Dus mijn vraag is, heb jij liever een banaan in jouw mond? Of een banaan in jouw kont? Maar op welke gelegenheid? Om het even nog je bent thuis? Te maken. Wat in de bus? Je bent thuis. Jij zit in het openbaar of is het... Nee, je bent thuis, je ligt op de bank. En ook gewoon solo gewoon. Ja, je bent wel solo. Maar
Nog raden, nee. Dat ik het helemaal wil. Ook gewoon nog. Laat dan nog een crew erbij staan, weet je wel. Want okay, je moet dit doen. Er staat een hele grote gespierde man bij in een onderbroek. En een hele grote blote bord met olie. Nee, dan eet ik die banaan, want er gaat niks in mijn kont. Oké. Okay. Duidelijk. Onze excuses. Maakt niet uit. Ben je bijna vanaf. 7. In de ring afgemat worden door Badr Hari. Of de haren uit het doucheputje opeten. Nee, ik ga wel de ring in, want het is toch een beetje die trots, weet je wel. Ja. Dan doen we het voor Eindhoven, fuck it. Ja, maar eindje representing in de ring. Nice. Liever de ring in dan die bean, snap je? De laatste, ja, volgens mij weet je al welke dit is. 3, ja. Zou je eerder Femke Louise doen of Vonneke Bonneke? Ja, allebei niet, ik pak een bean. Ik ga er echt niet tussen kiezen. Allebei echt niet aangetrokken tot. Yes! Oh, ik kan kiezen? Dan pak jij deze. Oké, okay, vooruit. Dit is goed voor je darmen. Oh, dankjewel. Cheers, hè? Cheers. Moet je bordje leeg eten? Mm-hmm. Mm-hmm. You got me fucked up. Oh. Mm. Oh. Voor jullie allebei. Of je hebt het mooiste gebit op aarde, gewoon de perfectste witte tanden, mm-hmm. Chip Skylark type shit, oh, weet je wel. Maar je mond stinkt naar poep. Oh. Of je hebt echt de meest rotte tanden, maar je adem ruikt super lekker. Gewoon Dior Sauvage, gewoon super gewoon. Als je, mensen ruiken je eigenlijk. Ik zou voor mooie tanden gaan. Ja, ik ook. Fuck it. Ik ook. En ik zou wel manieren vinden om goed te ruiken. Ik denk dat jullie verpassen in je eigen mond kappen. Ik zou echt voor rotte tanden gaan en een goede adem, ja. Dan gaan we door naar de volgende section. Kijk. En dat is dat jij een shake gaat maken met Minx. Mm-hmm. Hallo, hartstikke leuk. We gaan samen smoothie maken. Yes. Maak je wel eens smoothies? Nooit. Nooit? Nooit. Wat doe jij om gezond te blijven in deze tijd, zeg maar in de COVID-tijd? Wat beweeg jij, drink je, ik ben jij net een maandje begonnen met sporten. Ja. Een beetje op en af. Mm-hmm. Dus bij zo'n calisthenics parkje een beetje pull-ups doen en zo, zulke dingen, een beetje hardlopen. En verder qua gezond, nee, je zit hier onder een stiekem een buikje, weet je wel? Daarom heb ik altijd hoodies aan. Chill, same thing here. Maar ik drink wel veel smoothies, dus okay. Daar gaat ze wel in. We hebben bramen, we hebben frambozen, blauwe bessen uit de vriezer en vers. We hebben aardbeien, mango, kiwi. En speciaal voor jou hebben we ijs. Ijs mag erin, ja. Deze gaat er helemaal in. Ja, ik weet niet, dat is denk ik al meer dan genoeg, toch? Er hoeft niks meer van de vanilleijs dan toch erbij. Dat is helemaal aan jou. Ik doe er nooit ijs in, dus het is jouw shake. Wat wil je er voor fruit in? Mango. Mango. Sowieso aardbeien, die moeten er ook in. Had je als kind ook veel fruit? Of hield je niet zoveel van fruit? Ik moest altijd fruit eten van mijn mamsken. Ja. En ik at nooit zo superveel fruit. Ik niet dat ik tegen fruit ben, maar ik ben gewoon extreem lui. Kook je wel eens? Nou, ik heb gisteren dus gekookt voor na lange tijd en kip ketchup gemaakt. Ik zeg, yeah. Die was echt goed. Ik was echt trots. Maar nee, ik kook echt nooit. Toevallig. Haal je daar geen plezier uit? Nee. Als je zo'n kip ketchup hebt gemaakt, geniet je daarna niet extra omdat jij hem hebt gemaakt? Jawel, jawel. Maar ik geniet nog meer als iemand anders die heeft gemaakt. Ik moest echt thuis, als ik iets niet at, dan deed mijn moeder zeg maar zo. En dan met de lepel zo erin, zo, en dan eerst 3 keer missen, weet je wel, en dan erin. Dus ik lust bijna alles, behalve banaan. Ja. Yeah. Ik heb wel natuurlijk mijn voorkeur van wat ik niet lekker vind. Dus als ik zelf dingen maak, kies ik wat ik lekker vind. Maar ik eet in principe bijna alles. Ik voel me iets een Jamie Oliver. Draaien. Kijk, snelle leerling. Juist. Maar dat vind ik wel altijd vet bij fruit, zeg maar. Je hebt, bij elk stuk fruit heb je zo'n de beste tactiek om het te fixen. Dan haal je de schil eraf. Laat je die erop? Die laat je erop. Dus ik kan hem gewoon zo erin gooien. Je kan hem gewoon zo erin gooien. Wil je een avocado erin? Ja. Oké. Okay. Ik ben benieuwd naar jullie smoothie. Wat als die echt smerig is? Dan dus hebben we een hele smerige Lelo smoothie. Oké, okay, ja, kan. Kan. Maakt niet uit. Alles is goed, weet je? Niks is slecht. Alles mag. Kijk, het is de bedoeling dat je een beetje limoen zo erin doet. Oh, dat is veel te veel. Kijk, limoen met kaneelijs is altijd super top. Ja, heb je dat? Nee, ik heb geen idee. Maar we gaan gewoon checken.
Wil je er water in, sinaasappelsap of kokosmelk? Of... Heb je kokosmelk? Ja. Ja, doe ik kokosmelk. Momentje. Oké. Okay. Nou, welkom bij de Lelo Show. Dan doe ik wat bramen. 3 kleinere bramen. En ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik denk echt dat het heel smerig gaat worden, maar we gaan het zien. Of misschien wat fucking lekker. Deze. Oh. Hebben we ook chocolade? Ik ben niet zo van de chocola. Oh. Moet er niet meer vocht in? Want normaal als je smoothie maakt, moet er wel iets meer... We gaan het proberen. Dit gaat hem niet worden, wacht. Weet je wat echt... Kijk eens hier zo doorheen. Zie je dit? Zo die bramen zo? Ja. Het ziet er wel heel mooi uit. Nee. Ik heb trypofobia, weet je wat het is? Nee. De angst voor nauw op elkaar gezette puntjes of gaatjes. Dus dit vind ik echt fucked up om te zien. Oh, en dat lijkt daarop? Ja, zie je dat niet? Oké, okay, ja, ik zie het. Ja, ik zie het. Niet het lijkt. Oké. Okay. Zo, het is een hele dikke smoothie. Ja, moet er dan hier nog meer bij? Nou, laat het gewoon doen. Lelo shake. Wat doen die dingen hier? Oh. Wat? Wat is... What the fuck is dit? Een aardbei. Maar niet een volwassen aardbei. Een baby aardbei. Een baby aardbei. Nou, dat was het. Nou, Mimi. Bereid mijn shake te proeven. Ja. Lelo, je hebt zojuist een smoothie gemaakt. Ja. En ik ga hem nu voor het eerst proeven. Ik ben benieuwd. Doe het. Ja, man. Je zei het net al, kaneelijs. I got this. Kaneel... Proefje en een beetje kokos, hè? Ja. En ik heb voor jou speciaal een beetje limoen zo gedaan. Jamie Oliver voelde ik me, dus ja. Ik voel dat wel, die limoen zo eroverheen. Dank je. Heerlijk. Is er een boodschap of wat wil je meegeven aan de jongeren in deze moeilijke tijd? Het is super belangrijk dat je gewoon echt jezelf bent en in wat jij bent, dat je daarin gewoon shined. Dus als jij een voetballer bent, zorg ervoor dat jij als voetballer shined. Als jij een guy bent die graag wil ballet dansen, als jij een guy bent die graag wil tekenen, I don't give a fuck, doe je ding. Maar zorg ervoor dat jij daarin de beste wordt. En check niet wat andere mensen vinden, check wat jij hard vindt, want mensen gaan met jou om omdat jij jij bent en niet omdat jij iemand anders bent. Sterk. Heel sterk. Ja. Wie zou jij hier op de bank willen uitnodigen? Uitnodigen? Ja. Welke artiest zou je willen aanbevelen? Er is één guy die jullie gewoon sowieso moeten hebben. En dat is gewoon Chiki. Hij is acteur, hij heeft een eigen talkshow. Ik denk dat hij gewoon echt binnen de komende aantal jaar op een Tajula level zou kunnen komen. Mm-hmm. Of misschien zelfs een paar jaar later op een Defane Hall en een achterklevel. Ja. Tof, dat willen we altijd horen. Minx, heb jij nog iets van een vraag? Ik ben voldaan. Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Ik vond het super dope om je op de show te hebben. Ja, heel inspirerend ook. Ja. En je hebt ook echt een verhaal en dat vind ik altijd tof om te zien. De artiesten. Dus bedankt voor je tijd. Dankjewel. Superleuk dat je er was. Ik hoop dat jij het ook naar je zin hebt gehad. Ik heb het superleuk gehad. Ik heb een smoothie gemaakt. Oké, die beans waren wat minder, maar we hebben het overleefd. We hebben het goed gemaakt. Ik vind het goed dat jullie met me mee hebben gedaan, dus dat is het belangrijkste. Oké, dan is het goed. Maar ik heb wel van je smoothie gedronken, hè? Ja, die drinkt hem ook op. Ja, ik drink hem zo op. Mm. Ja. Want ik weet hoe ik ben opgevoed, hè? Je hebt het net niet gehoord, maar ik kreeg een label. Nee, komt goed. Lelo komt dadelijk zo jouw wangen in met die smoothie. Nee, maak je niet druk. Ik ga hem sowieso opdrinken. Dankjewel. Dan zijn we nu aan het einde gekomen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Plaats een comment. Wat vond je van deze aflevering? Doe een duimpje omhoog en deel deze video zoveel mogelijk met je vrienden en vriendinnen. En dan zie ik je de volgende aflevering weer. Bang!